U zult zeggen, wat is dat nu? Wel nu, dat is het grote geschiedenisdoekboek. Dat is een kinderboek, laat ik het zo duidelijk mogelijk zeggen. Dus als u ouder bent dan 25, dan is het misschien niet zo geschikt meer voor u. Maar ik kan het voor kinderen warm aanbevelen. Ik vind het wat wild van opmaak, maar dat komt gewoon omdat ik een oude man ben. Die eigenlijk vindt dat alles uit tekst moet bestaan en hele kleine plaatjes. Dat is natuurlijk eigenlijk voor kinderen helemaal niks. Ik heb zelf even het hele stukje over de Vikingen doorgenomen. En ik dacht, dit is best geschikt voor mijn kleinzoon. Dus ik ga het grote geschiedenisdoelboek, bomvol weetjes, puzzels en leuke doedingen. Iets te popiopie gesteld, maar dat doet er niks toe, want het is een heel leuk boek. Zodra mijn kleinzoon terug is van de wereldreis, ga ik hem dit boek cadeau doen. Hij is 10 en ik denk eerlijk gezegd dat hij hier goed mee vooruit kan. Dus het grote geschiedenisdoelboek. Wat u natuurlijk ook moet doen, als u kleine kinderen heeft of misschien kleine kleinkinderen, is dat u zelf hele leuke verhalen moet vertellen over de geschiedenis. U woont vast in een huis wat ouder is dan 25 jaar. Dan kunt u wel vertellen waarom het er staat en waarom het eruit ziet zoals het is. En als u zelf al oud bent, u bent al een opa of een oma, dan kunt u iets vertellen over uw jeugd en hoe totaal anders de wereld in elkaar stak in uw jeugd. Maar dat sluit uiteindelijk aan op het grote geschiedenisdoelboek.